Nou, mijn vader heeft nooit ergens over gesproken. Toen, op een gegeven moment, kreeg hij te horen dat hij kanker had. En toen is hij nog met Gelderlander en met een fotograaf zijn ze nog naar Normandië gegaan. Toen heeft hij de hele tocht weer teruggemaakt naar richting Nijmegen. En eigenlijk uit de verhalen van de krant heb ik mogen lezen van wat er allemaal gebeurd was. Geachte dames en heren, mijn zeer geachte dames en heren. Als het zo vol is, zie je dat toch elke keer weer, dat mensen dat belangrijk vinden. Dat is heel belangrijk, vooral wat er nog steeds in de wereld gebeurt allemaal. Sommige mensen ook, die gunnen elkaar niet, het ligt in de ogen niet meer. Dus dat moet gewoon doorgegaan worden, ook met de jeugd.